Ik ben al meer dan 35 jaar geleden gestopt als actrice van X-films. En toch plakt het etiket van femme fatale nog steeds op mij. Het is blijkbaar niet gemakkelijk voor mensen om mijn vroegere carrière als pornoactrice en callgirl te aanvaarden. Nochtans ben ik niet beschaamd. Ik verloochen mijn verleden niet. Tijdens de opname van mijn eerste film vroegen ze mijn naam. Erika Kool. Cool, dat klinkt goed, die moet je behouden. Ik heb toegezegd zonder de gevolgen ervan te kunnen inschatten. Toen ik terechtkwam in de erotische cinema, had niemand gedacht dat er ooit een wereldwijd internet zou bestaan, zoals vandaag. Anders had ik wel een pseudoniem gebruikt. Ik zou op zijn minst twee keer hebben nagedacht.